Aan de telefoon de nieuwe aanwinst van FC Groningen. Goedemiddag, Wessel Dammers. Goedemiddag. Welkom in FCG Radio. Dankjewel. Leuk. Leuk om deel te nemen. Ja, absoluut. Want nieuwe aanwinsten die moeten altijd een beetje gepresenteerd worden. Alleen dit gaat nu een beetje op een hele rare manier eigenlijk, hè? Deze overgang nu met deze tijd. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, het zijn natuurlijk voor iedereen gekke tijden. Maar goed, in dit geval gaat het ook allemaal net wat anders dan normaal. Ja. Normaal gesproken hebben we natuurlijk veel meer interviews voor de camera. Nou goed, nu is het allemaal wat meer telefonisch. Maar ja, goed, het hoort er nou eenmaal bij. Dus goed, we hebben niet heel veel andere keuze op dit moment. Nee, nou daarom. En dit wil perfect zo toch, hè? Ja, zeker. Daarom. Dus helemaal prima. Maar hey Wessel, was je verrast dat FC Groningen voor jou kwam? Nou ja, goed, verrast weet ik niet. Het is wel zo dat Groningen wel ook een club was wat zeker ook op mijn lijstje stond. Dus ja, eigenlijk op het moment dat ik hoorde dat Groningen mij een beetje aan het volgen was en op een gegeven moment natuurlijk concrete interesse toonde, kwam er bij mij eigenlijk heel veel enthousiasme naar boven. En ja goed, eigenlijk wel iets wat me gelijk aantrok. Dus en daarna na een goed gesprek gehad te hebben met de trainer en met de technisch directeur Flederis. Ja goed, was voor mij eigenlijk heel makkelijk. En ja goed, had ik eigenlijk vanaf het begin af aan al gewoon een heel goed gevoel bij. Dus ja, achteraf heel veel enthousiasme en heel veel blijdschap dat het uiteindelijk FC Groningen geworden is. Heb je veel gesprekken gehad met de club voordat de overgang rondkwam? Nou ja, ik persoonlijk heb één gesprek gehad waarin ik samen met Flederis en met de trainer Danny Buijs gezeten heb. Daar heb ik een presentatie voor gekregen, hoe ze tot mij gekomen zijn en ja, goed, hoe ik binnen een plaatje pas. Dus dat is eigenlijk het enige gesprek wat ik zelf op de club gevoerd heb. Ik heb ook nog één keer met Flederis gesproken, dat was op mijn verjaardag. Ja goed, en verder ja, de andere dingen, dat is allemaal via mijn zaak wanneer we verder gaan. Dus ik heb in principe twee goede gesprekken gehad. En wat eigenlijk bij mij een heel goed gevoel gaf. En ja, waardoor eigenlijk de keuze voor mij ook niet heel moeilijk was om uiteindelijk voor Groningen te kiezen. Maar je gaat in dubbel opzicht eigenlijk een stap hoger op, hè? Want je gaat van het zuiden van het land naar het noorden. En je gaat van de kelder eredivisie naar de middenmoot eredivisie, subtop misschien. Ja. Ja, zeker. Zeker. Dat is ook hetgene wat mij wel aansprak in het voor Groningen op de toekomst, zeg maar. Is dat ze toch, ze willen toch elk jaar mee gaan draaien voor de play-offs, voor de Europa League. Dus ja, dat is iets wat mij gewoon heel erg aansprak. Ja. Ik was voor mezelf ook wel toe aan een stap hogerop. Ik wilde eigenlijk wel nog eerst gewoon een mooie stap binnen Nederland maken. En ook voor die play-off plek voor Europa gaan spelen. Dus ik ben uiteindelijk heel blij dat dat ook de ambitie van Groningen is en dat ik daar uiteindelijk aan deel mag nemen. Dus ja, in dat opzicht is het voor mij zeker een stap hogerop sportief gezien. En ik kan eigenlijk niet wachten om te gaan beginnen. Maar dat gaat eigenlijk wel snel als je het goed bekijkt, want je komt net terug van een hele zware blessure, een kruisbandblessure. En moet je kijken waar je nu over staat, joh. Ja. Ja, zeker. Ik heb tijdens mijn blessure gewoon ongelooflijk hard gewerkt om zo snel mogelijk, zo sterk mogelijk en zo goed mogelijk terug te keren. Ja. En voor mij voelt het wel als een soort van beloning dat ik na zo'n lange blessure deze zomer al over kan gaan naar een club die eigenlijk zeker een flinke stap omhoog is. Dus ja, daar ben ik zeker hartstikke trots op. En het voelt voor mij echt als een beloning voor al het harde werken wat ik eigenlijk in die 9 maanden gedaan heb. Ik ben eigenlijk continu bezig geweest om conditioneel gezien, maar ook fysiek gezien en ook mentaal gezien eigenlijk zo sterk mogelijk uit die blessure te komen. En ik ben enorm trots dat het heeft geresulteerd in een mooie transfer deze zomer naar het noorden van het land. En je hebt ervaring in de Eredivisie in het noorden, hè? Met een Cambuur heb je een jaar in de Eredivisie gespeeld. Hoe kijk je terug op die jaar daar, ondanks de degradatie die jullie toen hadden?
ja, dat was sportief gezien natuurlijk een ja, iets minder succesvol seizoen. Maar goed, op persoonlijk gebied ja, heb ik daar eigenlijk zelf heel veel sprongen gemaakt. Het was voor mij ook de eerste keer op eredivisieniveau. Ik ging voor het eerst ook uit huis wonen. Dus ja, sportief gezien heb ik ook wel veel geleerd. Maar goed, het was helaas niet zo succesvol als dat ik mocht hopen van tevoren. Maar goed, uiteindelijk op persoonlijk gebied wel heel veel geleerd. Ik ben ook op dat moment ook heel veel geleerd over mezelf, hoe ik ben als persoon. Hoe het is om uit huis te wonen. Ook als speler zijn heel veel dingen over mezelf geleerd. En dat zijn eigenlijk dingen die ik... ja, waar ik nu nog steeds, meeneem in alle dingen die ik doe. Dus ja, dat was voor mij zeker geen seizoen waar ik achteraf op terugkijk van oké, dat was een mislukt seizoen of wat dan ook. Ik heb daar heel veel, op persoonlijk gebied, heel veel dingen mogen ontwikkelen. En ja, goed, dat is een ervaring die ik... ja, die ik eigenlijk nu de rest van mijn carrière daarin mee kan nemen. Wat ook een hele mooie ervaring is, denk ik, voor jou geweest. Want je komt eigenlijk van Feyenoord natuurlijk. Je hebt op Old Trafford gespeeld, hè, tegen Manchester United met Feyenoord. Ja, ja, dat ook. Ja, nee, zeker. Dat was een fantastische en unieke ervaring. Dat zal ongetwijfeld een ervaring zijn die ik niet heel veel nog meer ga meemaken. Ik hoop natuurlijk wel, maar ja, om daar te spelen was wel echt heel uniek. Ook wel een heel raar gevoel om eigenlijk in de competitie bij Feyenoord geen speelminuut gemaakt te hebben, maar wel 90 minuten op Old Trafford tegen Zlatan Ibrahimovic. Dus dat was wel ja, dat was gewoon een fantastische ervaring. En ja. Ik denk er regelmatig nog aan terug. Dus ja, dat is wel iets waar ik ook zeker trots op ben dat ik die wedstrijd heb kunnen spelen. En ja, goed, dat. Ja, dat was voor mij gewoon een fantastische en unieke wedstrijd om mee te maken. Dus zoiets pakt niemand me dan meer af. Maar was het een bewuste keuze van jou om van Feyenoord naar Fortuna toe te gaan? Ik was op dat moment was ik gewoon heel erg toe aan vliegen. Ik moest heel veel speelminuten eigenlijk maken. Ja, goed, nu wist ik van tevoren, voordat ik naar Fortuna ging, wel met welk project ze bezig waren. Dat ze dus ja, een nieuwe eigenaar natuurlijk. Dus er zouden heel veel andere spelers komen, wat jongere spelers die zich daar konden ontwikkelen en uiteindelijk stappen hogerop konden maken. Ja, goed, en voor mij gewoon een wat grotere kans op speelminuten. Dus ja, eigenlijk op dat moment een beetje de gok met verstand genomen om dat avontuur aan te gaan. En om daar zoveel mogelijk speelminuten te maken. En om vanuit daaruit weer een stap hogerop te maken. Ja, dan zeggen ze wel, een stapje terug is ook weer een stapje hogerop. Ja, absoluut. Absoluut. En ja, goed, mijn eerste intentie was om gewoon één jaar volle bak te spelen in de Jupiler League nog die tijd. En vanuit daaruit een stap hoger op te maken. Maar ja, goed, toen promoveerden we met Fortuna naar de Eredivisie geheel onverwachts. Ja. Dus ja, weet je, toen natuurlijk nog een jaar in de Eredivisie gespeeld. Nou ja, dan is een half jaar. En ja, goed, dan is het uiteindelijk voor mij nu zover om nog een mooie stap te maken. Dus uiteindelijk is dat project wat er toen was, is dat redelijk goed uitgepakt. Ken je goed enkele spelers van FC Groningen? En heb je al wat spelers gesproken? Ik heb wel wat spelers gesproken. Ik ken Ahmed El Mesoudi natuurlijk nog van de tijd toen hij bij Fortuna Sittard zat. Ja. Dus daar heb ik wel regelmatig wat contact mee gehad. En ik ken Moël Ankouri nog van mijn tijd bij Feyenoord. Die heb ik ook gezien op de dag dat ik mijn contract heb ondertekend daar. Dus ja, goed, weet je, dat is hartstikke leuk om die gasten weer te zien en te spreken. En ja, ik hoop eigenlijk, ook met de andere jongens natuurlijk allemaal, ik hoop eigenlijk snel kennis te kunnen maken met iedereen. En ja, hopelijk een mooie tijd daar gemoet te gaan. Er zullen nog enkele verdedigers bij moeten bij Groningen, want de spoeling is aardig dun op dit moment voor volgend seizoen. Ja, ja, zeker. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk, ik weet, de club zal ongetwijfeld heel hard bezig zijn. Ja. Ja, goed, dat is natuurlijk iets ja, waarvan ik ook niet heel veel vanaf weet. Dus ja, ik hoop dat je uiteindelijk aan het begin van het seizoen met een zo sterk mogelijke selectie kan beginnen. En ja, hopelijk kunnen we met de selectie die we dan op dat moment hebben gewoon een heel mooi seizoen tegemoet te gaan. En hopelijk dat we mooie resultaten gaan behalen.
Ja, het is natuurlijk een hele vreemde situatie waarin we nu allemaal zitten. Maar heb je nu al veel contact met de trainers en zo bij Groningen? Nee, op dit moment nog niet. Maar goed, ik sta natuurlijk nu eigenlijk nog onder contract bij Fortuna. Ja. Het is natuurlijk een hele lange periode eigenlijk onduidelijk geweest wat er ging gebeuren. Ja, gaat de competitie hervat worden? Spelen tot augustus? Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die meespeelden waar misschien het contact nog minder is geweest. Kijk, de kans was natuurlijk ook nog heel groot dat ik gewoon nog wedstrijden met Fortuna zou moeten spelen. Ja. Of misschien is de kans ook nu groot dat er nog eventueel trainingen gaan volgen. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die nu pas een beetje weg gaan spelen, zeg maar. Dus daar zal de komende tijd zal daar wel heel veel duidelijkheid in gaan komen. En dan, hopelijk kan ik snel de eerste training meemaken bij Groningen. Want daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in en ik kijk er eigenlijk wel erg naar uit. Hoe houd jij jezelf nu fit? Of is het moeilijk om jezelf goed fit te houden nu in deze tijd? Wij hebben vanuit de club hebben wij een programma gekregen. Nu heb ik altijd zoiets van, ja, als ik het programma volg, dan doe ik eigenlijk hetzelfde als de rest. Dus ik wil eigenlijk het liefst nog wat meer doen dan dat. Dat doe ik ook. Het is natuurlijk wel heel erg lastig, omdat je traint vaak alleen. Je wordt nooit, het is heel lastig om nu zo fit te blijven als de fitheid die je hebt in een groepstraining bijvoorbeeld. Daar zit toch wel heel veel verschil in. Ja. Maar goed, ja, ik probeer zoveel mogelijk te doen. Ik probeer wel elke dag gewoon keihard te werken. En eigenlijk ervoor te zorgen dat ik conditioneel en fysiek gezien zo sterk mogelijk blijf. En kijk, uiteraard heeft natuurlijk iedereen heeft daar last van. Ik denk niet dat heel veel jongens echt, als we weer gaan beginnen, gelijk op het oude niveau zitten als waar we zaten. Nee. Maar goed, uiteindelijk het enige wat wij kunnen doen is ons gewoon maximaal onderhouden op een dag. En op het moment dat de trainingen weer gaan beginnen, dat we eigenlijk zo fit mogelijk op het veld staan. Dus ja, goed, dat is ook iets wat ik doe. Ik werk gewoon de programma's af. En fysiek gezien hoop ik op het moment dat we er moeten staan, hoop ik er gewoon zo sterk mogelijk te staan. En dan spelen in dat prachtige stadion daar in Groningen. Ja, absoluut. Ja, ik hoop uiteraard dat het natuurlijk heel snel, op een moment dat het verantwoord is, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, ja. Dat het het toelaat. En dat we eigenlijk weer gewoon lekker de wedstrijden kunnen spelen. Dat is natuurlijk wel iets waar ik gewoon heel erg naar uitkijk. En het is een spannende periode. Ik hoop dat het dat nog mee gaat vallen en dat we eigenlijk zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer het veld op kunnen. Want dat is uiteindelijk hetgene wat ik het liefste doe. Dus ik hoop dat dat snel weer mag. Is het al bekend met welk nummer je gaat spelen voor Groningen? Nee, nog niet. Okay. Nog niet. Dus dat is ook nog even een afwachting. Maar uiteindelijk maakt mij dat niet zoveel uit. Het is ook, ergens maar een nummer. Natuurlijk heb je altijd wel een voorkeur, maar uiteindelijk gaat het naar mijn mening ook om hoe je het op het veld doet. Dus dat moet uiteindelijk voorop staan. Maar dat weet ik nog niet. Eerst maar eens zien. Ja, eerst maar eens zorgen dat dit hele gebeuren achter de rug is en dat je weer lekker kunt ballen. Ja, precies. Dat is het belangrijkste. We zien op dit moment natuurlijk dat voetbal eigenlijk een hele grote bijzaak is. Als je ziet wat er ook nu gaande is over de hele wereld. Ja. Met de economie gezien, maar ook de gezondheid. Ja, weet je. Ik voel eigenlijk maar een bijzaak. Ik hoop in dat opzicht dat eigenlijk de schade voor iedereen zo beperkt mogelijk blijft. En dat we redelijk snel weer terug kunnen naar het oude als wat we gewend zijn en waar we gebleven zijn. Dan wens ik je heel veel succes bij FC Groningen en we zien je snel in Groningen, denk ik. Dank u wel, dat hoop ik ook. En we zien elkaar. Het gaat helemaal goed komen, Wessel. Wessel Dammers, bedankt. Oké, geen dank. Oké, hoi hoi. Hoi.